Dit is interessant voor wie graag blijft bijleren. De Universiteit van Vlaanderen. Een nieuw initiatief is dat van de vijf Vlaamse universiteiten en onder andere de VRT. Korte colleges via internet, radio en televisie moeten wetenschap tot bij het grote publiek brengen. Vanaf 6 november kunnen we ze volgen. In de Universiteit van Vlaanderen brengen wetenschappers van alle Vlaamse universiteiten vanaf 6 november elke werkdag een concreet antwoord op de meest uiteenlopende wetenschappelijke vragen. De nieren zijn dus eigenlijk het afvoerputje van ons lichaam. Ja, waarom geven we dan heroïne en cocaïne voortdurend aan mensen? Daar worden ze ook gelukkig van. Dus je kunt echt gewoon heel precies gaan kijken hoe zoiets in elkaar zit. Het zijn gastcolleges van een 15-tal minuten. De professor brengt die voor een publiek. Dat zal in de eerste malen in de Carré worden opgenomen, in Willebroek. In een open setting, een beetje een televisieprogramma. Heel toegankelijk op een heel eenvoudige manier. Zeg maar de moeilijke onderwerpen toch heel beschikbaar en duidend te brengen naar een groot publiek. Alle Vlaamse universiteiten werken mee. Zij willen zo de liefde voor wetenschap naar het grote publiek brengen. Ja, als universiteit is dat natuurlijk ongeveer het eerste waar wij aan denken. Hè. Dat is liefde voor kennis en wetenschap kweken. We hopen dat bij onze studenten te doen, maar ik denk dat dat breder kan. En dat vele mensen ook die alvast interesse voor wetenschap betuigen. Ik noem liefde, maar zelfs passie voor wetenschap. Mensen willen weten hoe de dingen gaan en in elkaar zitten. De Universiteit van Vlaanderen vanaf 6 november ook op vrt.nu.